Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Laura. Laura heeft al een tijdje een zeer hardnekkige ontsteking aan haar schouder. En daar heeft ze heel veel last van. Nu heeft Laura afgelopen week een nieuwe ontstekingsremmer gekregen om de ontsteking maar te remmen. Sinds afgelopen week, sinds het gebruik van deze ontstekingsremmen, valt Laura opeens niks meer af. Laura is een dieet aan het volgen waarbij ze tot nu toe goed afviel elke week. En sinds het gebruik van deze nieuwe ontstekingsremmen sinds afgelopen week is haar gewichtsverlies totaal gestopt. Dat vindt ze vreemd, want ja, ze heeft niks veranderd aan haar dieet. En haar dieet deed eerder wel haar gewicht elke week toch wel aardig afnemen. Dus de vraag van Laura is: hoe kan het dat mijn gewichtsverlies totaal is gestopt sinds ik deze nieuwe ontstekingsremmen gebruik? Hoe kan dat? Nou, Laura. Gewichtsverlies is het gevolg van lagere calorieinname ten opzichte van het verbruik in je lijf. Wanneer je een dieet aanhoudt en dankzij dat dieet een behoorlijk vaste calorieinname hebt, en je hebt aan dat dieet niks veranderd, maar je gewichtsverlies stopt opeens, dan betekent dat dus dat het verbruik in je lijf opeens, ja, lager is geworden. En als dat is, specifiek sinds jij bent gestart met een ontstekingsremmen, dan heeft kennelijk die ontstekingsremmen daar invloed op gehad. Wanneer je met een ontsteking kampt, normaal gesproken ontstaan er dan als gevolg van schade in een weefsel allerhande ontstekingsreacties. En die ontstekingsreacties die zorgen voor een toename van het verbruik in specifiek dat weefsel, dat geschade weefsel. Want er moeten allemaal reacties, acties, hoge activiteit plaatsvinden, al daar. En dan zal ook daar als gevolg van die ontstekingsreacties een verhoogde doorbloeding en een zwelling, al dat soort dingen zal ontstaan. Wanneer je ontstekingsremmers gebruikt, dan wordt dat tegengehouden. Dan worden al deze ontstekingsreacties en die zwelling of in ieder geval de toename van het verbruik, al daar in het geschade weefsel, wordt tegengehouden. Als jouw gewichtsverlies opeens vanaf dat moment stopt, dan betekent dat, of dat doet dat vermoeden, dat niet alleen die hoge activiteit als gevolg van schade in een weefsel in jouw lijf, dat onderdrukt wordt en geremd wordt en afneemt door het gebruik van die ontstekingsremmen. Nee, dan doet dat vermoeden dat het gehele verbruik in jouw algehele lijf, in jouw gehele lijf, sindsdien is afgenomen. Ja, Wanneer zal het verbruik in je lijf, je hele lijf, afnemen? De activiteit in je lijf. Het verbruik in je lijf vindt plaats in je cellen. En die liggen in je weefsels. Wat is nodig om een hoog verbruik, een hoge activiteit in jouw weefsels te kunnen genieten en behouden? Ja, dan moeten de enzymen, want het is allemaal enzymatische activiteit, alle processen in jouw weefsels, in jouw cellen, dat zijn enzymprocessen, dan moeten de enzymen in jouw weefsels wel goed kunnen werken. Maar de enzymen in jouw weefsels, die kunnen niet goed werken wanneer er niet een optimale, en dat is een lichtbasische, zuurtegraad heerst in jouw lijf. En wanneer is dat? Wanneer heerst dat niet? Wanneer de verdeling van vocht en elektrolyten over jouw lijf, over jouw weefsels, niet goed verloopt. Ja, dan zal de optimale lichtbasische zuurtegraad zal verloren gaan, kunnen enzymen niet goed werken, zal de enzymatische activiteit, zal het verbruik in je lijf dalen. Dus, vermoedelijk, is als gevolg van het gebruik van ontstekingsremmers de verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels, over jouw lijf, verslechterd geraakt. Er zijn namelijk lokaal werkende ontstekingsremmers die puur die hoge activiteit, al die ontstekingsreacties in dat geschade weefsel, die tegenhouden en remmen.
Maar er zijn ook al geheel werkende ontstekingsremmers. Ja, en wat doen die? Het algehele verbruik in jouw weefsels remmen. Hoe? Door onder andere de verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels. Of ja, alle activiteiten in jouw weefsels tegen te houden. Ja, dat veroorzaakt een verlaagd verbruik in je lijf. En wat is nou nodig om weer een hoger verbruik in je lijf te krijgen? Met als gevolg dat je weer af kan vallen. Ja, dat is weer een betere verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels. Maar ja, wanneer verloopt de verdeling van vocht en elektrolyten over jouw weefsels enkel goed? Wanneer er een goede voedingstoestand heerst in jouw lijf. Maar ja, die ontstekingsremmers, die algeheel werkende ontstekingsremmers, die doen de verdeling van vocht en voedingsstoffen over jouw weefsels onderdrukkend tegenhouden. Dus er heerst geen goede voedingstoestand in jouw lijf. En ja, als jij wilt dat de voedingstoestand verbetert en dus ook daardoor weer de vocht- en voedingsstoffenverdeling en de vocht- en elektrolytenbalans weer verbetert, moet jij de voedingstoestand in je lijf, die als gevolg van het gebruik van die algeheel werkende ontstekingsremmers niet goed is, moet jij verbeteren. Maar ja, wat zeg jij net? Ik heb niks veranderd aan mijn dieet. Ja. En om de voedingstoestand in je lijf te verbeteren, om weer een hoger verbruik in je lijf te krijgen, moet je dus wel iets veranderen aan je dieet, want je moet je lichaam voorzien in vocht en bouwstoffen waarvan het is uitgeput geraakt, wanneer die verdeling van vocht en voedingsstoffen over jouw weefsels, ja, onderdrukt is geweest. Of misschien nog wel onderdrukt wordt, als je ontstekingsremmers gebruikt, die niet alleen lokaal werken, maar algeheel. Dus als antwoord op jouw vraag, hoe het toch kan dat jouw gewichtsverlies totaal gestopt is sinds jij ontstekingsremmers gebruikt, terwijl jij niks hebt veranderd aan je dieet? Ja, misschien juist wel omdat je niks hebt veranderd aan je dieet, want kennelijk gebruik jij ontstekingsremmers die op heel het verbruik in je lijf invloed heeft, op heel de activiteiten in je lijf invloed heeft en dat maar zoveel mogelijk onderdrukt om ontstekingsreacties tegen te gaan? Ja. En dan verkrijg jij, ja, weefsels die uitgeput zijn geraakt van vocht en voedingsstoffen die in jouw weefsels nodig zijn om een hoge activiteit in je weefsels te kunnen behouden. Dus moet jij juist je dieet aanpassen om weer meer vocht en meer voedingsstoffen in je weefsels te verkrijgen om weer een hoger verbruik in je lijf te krijgen. Dat als antwoord op jouw vraag.